Bij sloopwerkzaamheden op het Engie-terrein in Nijmegen is donderdagavond een medewerker om het leven gekomen. De man viel vanaf ongeveer 5 meter naar beneden. Hulpdiensten hebben de man nog behandeld, maar dat mocht niet meer baten. Hij is ter plaatse overleden. Na het ongeval zijn alle werkzaamheden stilgelegd. Vrijdag vond er onderzoek plaats op het Engie-terrein.